Nog een duel in het zaterdagvoetbal in de hoofdklasse B. Speelde HZVV op eigen veld tegen DFS uit op Heusden. En de Hogeveeners denken hier op voorsprong te komen. Jos Vidom weet het zeker. Maar was die bal nu over de doellijn of werd hij op de lijn gekeerd? Niemand die het weet. Of toch? Was die bal erover? Ja, ja. Zo'n stuk was hij over de lijn. Maar laten we nogmaals kijken. De bal naar Vidom. Ja, het is toch echt op de lijn dat die bal gekeerd wordt. En dus geen goal. En dat is een terechte beslissing. HZVV wel sterker. Alleen het wachten is op de goal. Akkerman naar de vrije bal. En dan speelt Jos Vidom wederom een hoofdrol. En daar staat succes in de weg. Uur gespeeld. Nog steeds 0-0. DFS stelt teleur. De ploeg die in de subtop staat in deze hoofdklasse B. En dan het fluitsignaal. En de rode kaart. Maar is dit al een overtreding van Lucien Dors op Jan Hup? Ja, hij zou hem op zijn teen gestaan hebben. Dat kan, maar was het dan wel bewust? DFS moet verder met 10 man. En HZVV blijft op jacht gaan. Er komt nog één kans. Maar u raadt het al, die is niet besteed aan Jos Vidom. Het was niet zijn middag. En dus ook niet de middag van HZVV. Het duel eindigt in 0-0. Waardoor HZVV nu 8 punten heeft uit 7 duels. Daarmee staat de ploeg uit Hogeveen 11e. Koploper is Berkum samen met Excelsior 31. Beide ploegen hebben 16 punten uit 7 duels.